competitiestand vandaag. We hebben vandaag eigenlijk 3 uitslagen en 2 prijzen. En we beginnen gewoon met de eerste competitie van vandaag, namelijk de Diabolo-competitie. Er waren 8 deelnemers. En ik zal in eerste instantie de nummer 4 tot en met 8 vanaf achteraf gaan opnoemen, zodat iedereen meteen weet op welke plaats hij staat. 8 is geworden Lars Leonardo. Applaus voor Lars. Ja. Op de 7e plaats eindigt Rick Robben. En de 6e plaats voor Rian Aasman. De 5e is geworden Rens van Driel. De 4e plaats is voor Guus Massen. Dan komen we aan bij de 3e plaats. Voor de 3e plaats hebben we natuurlijk medailles. We hebben alleen geen 3e prijswinnaar hier in ons midden. Want 3e is geworden Pieter Visser. Pieter Visser had helaas andere afspraken, dus die krijgt zijn medaille na. Is er iemand die Pieter Visser tegenkomt de komende week? Dan zullen we hem opsturen. Dan mogen de 2 overige, dat zijn Piet van Steen en Dixie Banner, die mogen van Steven naar voren komen. Wat denk je ervan? Ik zou denken niet. Ja, de jury heeft hard haar best gedaan op een mooie uitslag. Graag een applaus voor de jury. Het moment is daar. Op de 1e plaats is geëindigd Dixie Banner. En op de 2e plaats Piet van Steen. De volgende competitie die we hebben gedaan vandaag was de ringencompetitie. Vanwege een tekort aan deelnemers is daar geen officiële prijsuitreiking. Maar het zou wel even leuk zijn als de 2 deelnemers naar voren komen. Dat zijn Koert van Eyck en Simon Akampo. Het was een heel spannende strijd. Bij de technische competitie worden punten uitgereikt. En een van de heren had 175 punten. En de andere van de heren had 171 punten. Afrondingsverschillen, ja. Winnaar is geworden Koert van Eyck. En dan maakt natuurlijk 2e Simon Akampo. Goed, we gaan door voor de laatste competitie, de kegelcompetitie, net ooit. Rick Sietsema, zou je ook hierbij komen staan? Deze de heren die er al stonden, die staan ook op het podium daar. Vanwege het kleine aantal deelnemers is hier maar 1 medaille, namelijk de gouden medaille. Maar het zijn natuurlijk wel 3 plaatsen. 3e is geworden met 192 punten, Rick Sietsema. Tweede is geworden Koert van Eyck met 285 punten. Hier op de 1e plaats, u verwacht het niet, Simon Akampo met 321 punten. Nog 1 keer een groot applaus voor deze 3 heren. Voor Simon Akampo, 285 voor Koert van Eyck.
Juist.